Daar waar het infuus gezeten heeft, laten we hopen dat we Tyrone Spong binnenkort weer in de ring zullen bewonderen. Zoals we nu Nicky Holsken aan het werk mogen zien. Dit is zijn vrouw die gespannen toekijkt in de partij tegen José Reis. De vorige keer dat Holsken hier in Zutphen aanwezig was, ging hij hard neer in zijn partij tegen Alvia Lima. Dus hij heeft voor het publiek hier in de Hansehal wat goed te maken. José Reis, de man met de blauwe handschoenen, Portugees. Een hele ervaren man, lastig. Heeft overigens ook nog eens een keertje gewonnen van de William Dien, die we zojuist zagen in Portugal. Dus deze man kan wat, deze race. En dat, daar zal Nicky Holsken van moeten uitkijken. Holsken die overigens zal uitkomen straks in Nijmegen tegen dezelfde Dien die we zojuist hebben gezien. Dus dat beloof ik. Zal toch een beetje ongemakkelijk hebben gekeken in die wedstrijd, denk ik, voor zojuist. Maar ja, vooralsnog hier in de eerste ronde tegen Reis. Voorzichtig openend tegen de La Reis. Reis die een grote reach heeft. Misschien qua lengte niet zoveel langer is, maar hele lange armen heeft. En die Portugezen kunnen aardig kickboksen. Hebben daar een groot arsenaal van vechters, zowel bij de heren als bij de dames. Er worden veel wedstrijden georganiseerd. En echt een van de sterkere Thai- en kickbokslanden van Europa. Holsken zijn typische drukkende stijl. Heel centimeter voor centimeter naar voren. Loerend, zoekend in die opening. Heeft een levensgevaarlijke linkerhoek. Traint bij het Golden Glory Team in Breda. Wordt mede getraind door zijn schoonvader Jeff Weber. Die zijn bokslessen voor zijn rekening neemt. En dat zie je bij hem terug. Maar vooralsnog is het wel de Portugees die toch aardig scoort met zijn jab en zijn rechter low kick. Je ziet aan het been van Reis dat hij daar wat bandages onder zijn enkelkous heeft. Dat geeft aan dat hij er toch wat blessures, wat gevoelig zal zijn. Wel begrijpelijk hoor, je trapt natuurlijk wel vaak tegen een korte blok aan. En elke demping die je daarbij kunt krijgen is goed. Goede rechterhoek van Holsken. Nicky Holsken, de man met de rode handschoen, een van de coming man van het vaderlandse Muay Thai en kickboksen. Leuke van Holsken is dat hij echt iedere partij neemt tegen iedereen durft uit te komen. Ook zware gevaarlijke wedstrijden aanneemt zonder blikken en blozen. Geen beschermde vechter of zo hoor. Maar hij moet uitkijken in deze race. Gesprongen knie. En weer een. Goed gecombineerd. Binnenkant been meteen gevolgd aan de hoek. Weer die gesprongen knie. Maar Reis staat dicht. Heel kick van Holsken. Hebben we hem pas alleen nog gezien hoe hij met die geweldige heel kick Yuri Mes nog uitschopte. Zeker de laatste halve minuut. Duidelijk voor Holsken. Ja, Holsken moest even weer inkomen. Dat zag je ook een beetje. Misschien toch een beetje nog meespeeld dat gevoel van wat hij had vorige keer in zijn wedstrijd tegen Lima. Dat ging al wat beduidend minder goed hier. Maar nu, ook in de tweede ronde, Holsken ervoor. En je ziet hoe gevaarlijk Reis de Portugees is. Staat nou linkerhoek, die was knap. Uitstekend gecounterd. Snap hoor, met een linkerhoek zo iemand die naar voren komt heel goed opvangen. Maar ook de schokbestendigheid van de kin van Reis wordt hier aardig getest. En die blijkt goed te zijn. De Portugees zou wat meer moeten combineren. Het is of stoten of trappen, maar zelden 1, 2, 3 aan elkaar geplakt. Zie je weer een trap of een stoot. Juist de combinatiewerk maakt het zo boeiend, maar ook zo gevaarlijk, het spelletje. Harde rechterstoot van Reis en de counter van Holsken. Beide treffen. Dit is een wedstrijd op het scherpst der snede. En weer Reis naar voren. Probeert in ieder geval naar voren te gaan. Loopt daar.
glijdt uit. Geen stoot. Steeds weer die gesprongen knie van Holst. Die moet het een beetje beter voorbereiden. Want dat is link bij zo'n man als Rees. Ja, je ziet, het is geen makkelijke partij. Nog voor Rees, nog voor Holst. De power die lijkt een beetje, het venijn lijkt een beetje uit de trappen te zijn gehaald bij Rees. Ook al omdat Holsken hem goed opvangt met die linker hoek steeds. De verdediging van Holsken zit potdicht. En die opstoot. Ja, ja. En weer één. Front kick door Holsken. Weer die opstoot. Ja, daar is hij mee te raken. En dat is een hele knappe manier van werken. Want Holsken moet weer combineren daar. Hij combineert uitstekend door. Rees is achteruit, dat gebeurt niet zo gauw. Je ziet de aarzeling optreden bij de Portugees. Tot drie keer toe heeft hij een opstoot midden op zijn snuit gehad. Daar is hij niet blij mee. En die druk die eruit gaat van Holski is groot. Prachtig. En op punten voor. Ja, zeker. Absoluut. Kijk, die opstoot. Nou, ik zou even vertellen. Holske slaat verdraaid hard. Heeft gigantisch veel KO's gescoord in zijn carrière. En het is een pluim op de hoed van deze race dat hij hier blijft staan. Gewoon een voltreffer op zijn snuit krijgen. En dan toch drie keer toe blijven staan. De man is uitstekend geconditioneerd. Nou, mooie wedstrijd. Ronde drie. Holske met de rode handschoenen. Portugees José Reis in de blauwe. Het is heel moeilijk om Holske van je af te houden. Die een soort hele drukkende stijl van vechten heeft. Centimeter vooruit, schuifelt. Alles weet te blokkeren en overneemt. Holske heeft nu eenmaal die zware stoot in huis. Is een knock-outer, puur zand. Kijk goed, dicht. Kijk eens hoe snel die countert. Heeft die handen bij zijn hoofd en meteen die counter erop. Rees komt naar voren. In die clinch weinig werk er nog toe. Goed weggestapt, rechts eroverheen. Kijk, dat Holske klaar is voor het grote werk, dat wist hij natuurlijk al lang. En dat hij in de voorbereiding voor een aantal andere zaken zichzelf tegen zo'n krek als deze José Ries oplaat. Knap hoor. Ries nu een beetje in die aanval, wat meer. Hij moet ook wel. Loopt weer op een rechte stoot. Twee keer toe zelf. Het komt ook omdat Holske namelijk goed op zijn benen staat. Hij staat rechtop naar voren, geleund, kijkt altijd klaar om die aanval naar voren te geven. Zelfs als hij achteruit staat, kan hij zijn gewicht naar voren geven. Die stand is zo belangrijk. De stand bepaalt hoe jij vecht. En Holske staat meteen goed, heeft die handen ervoor, kan ook gepakt worden daardoor. Weet meteen die afstand tussen hem en een race groter houden. Zie, handen naar voren. Komt er niet overheen, valt er niet tegenaan. Je ziet het vaak gebeuren dat mensen in die clinch belanden, in het geplakwerk, omdat ze dat zelf toelaat. Holske niet. Houd die handen voor, duw weg, stoot meteen. Goed werk. En wat Rees ook probeert, hij loopt zich daar vast op die ondoordringbare verdediging van Holske. Weer rechts, goed gestoten. En dat been eroverheen. Jongen. Wat combineert die man mooi, zeg. Back kick van Rees. Goed gedaan. Referee Joop Ubeda uit Nijmegen haalt even... Oké, man in de blauwe hoek krijgt een officiële waarschuwing. Ja, waarschuwing. Voor het clinchen. In deze wedstrijd clinchen niet toegestaan. K1 rules neem ik aan. Niet zo verwonderlijk, want Rees is een man die het thaiboksen goed doet. Daar die heel kick van Holske. Daar is die ervaring mee. Dit is een mooi werk hoor. Echt. Ja, nog een winning voor Holske zal duidelijk zijn.
Ook een race heft de armen, maar ik kan me niet voorstellen dat hij denkt dat hij deze partij zal meekrijgen. Ze zijn aan elkaar gewaagd geweest, dat zeer zeker. Maar de uiteindelijke beslissende momenten werden gescoord en gemaakt door Holske. Dat is wat mij betreft een duidelijke zaak. Laten we kijken of de juryleden er ook zo over denken. De winnaar is Nicky Holsken. Op punten verslaat hij José Reis. Vandaag veel kracht gekost? Veel energie? Nee, niet zo. Ik zat een beetje vast. Maar dat komt, ik heb 4 weken geleden in de arena gevochten. En daarvoor heb ik weer in Den Bosch gevochten, waar je weet. Ik denk dat er te veel wedstrijden achter elkaar nou zijn geweest. Maar alles ging wel goed. Ik was wel scherp. Ik raakte hem goed met stoten. Alleen, ik ben van mijn eigen meer gewend om gas te geven. En, dus wat zeg ik? Hij heeft veel kracht gekost. Ja, dat bedoel ik. heb je... Een gedeelte in de partij getwijfeld of je de bovenliggende partij was? Of heb je vanaf de eerste seconde macht gevoeld? Ja, ik wist meteen dat ik sterk was. Dat voelde ik in zijn stoten, zeg maar. En de punten heb je gemaakt in de combinaties? Punten heb ik gemaakt in de combinaties. Hij trapte wat meer, maar ja, elke stoot bijna wie ik maakte, die was raak, snap je? En hij moest de hele tijd achteruit en hij trapte wel een paar keer, maar dat was allemaal op de blokken, dus dat was geen punt. Daar hoefde ik me niet in zorgen te doen. En ik zeg al, ik heb ook een lichtelijke blessure aan mijn linkse scheen, dus ik kon met mijn linkse been niet trappen. Dat was ook vervelend. Ja, weer wat. Ja, ik heb altijd wat. Ik moet wat verzinnen, hè. Grapje. Maar het ging goed. Ja, het ging goed. Ja, wij maken ons een beetje zorgen om je vrouwtje. Kom even erbij. Kom er even bij. Want die gaat een keer. Die maakt bijna net zoveel meters als jij. Als hij zo doorgaat, dan haalt hij de 60 niet. Nee. Want wat gebeurt er allemaal met jou tijdens een wedstrijd? Ja, zenuwachtig. Je schreeuwt, je roept, je moedigt hem aan. Ik ben ook nog... Oh nee, je schreeuwt niet, hè? Nee. Zo zijn wij wel sportief blijven. Maar ben jij voor de wedstrijd ook zenuwachtiger dan Nicky? Ja, maar dat laat niet blijken. Nee, tijdens de wedstrijd weet je het ook goed verborgen te houden, maar niet juist. Nee, niet echt, nee. Vind je het leuk dat ze zo te keer gaan? Tuurlijk. Hoort erbij? Ja, zeker. Mooi, nou, jullie mogen met z'n tweeën naar binnen, ik doe de deur dicht. Kom maar. Dank je wel.